Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Notubis. Gemeenteoplossingen. Toegankelijke informatie voor burger, bestuur en ambtenaar. Jan van Zanen, sinds 2020 de burgemeester van Den Haag. Een enthousiaste en spontane man, vol met energie. Dag Jan. Goedemiddag. Goedemiddag. Je was nog een beetje aan het werk. Zeker. Welkom in Den Haag. Wat een hoop schilderijen hier. Ja, vind je mooi, hè? Het lijkt wel een museum. Nou, dat is het niet, hoor. Het is gewoon een werkkamer. Ik krijg natuurlijk heel veel dingen. En dan denk je, wat doe je ermee? Ik heb er nog veel meer dan ik nu heb. En toen heb ik ooit, ik denk in Utrecht bedacht, weet je, ik hang ze gewoon allemaal op. Want dat is een mooie verzameling. En dat zegt iets over mezelf, zegt iets over het werk. En over dingen die ik doe en die ik leuk vind. Mooie spullen, hè? Dus hier is waar ik vandaan kom, hè? Dit is van mijn opa, die was kaasgroothandelaar, zie je, kaas in Nedam. En natuurlijk Haagse Harry hier, hè? Haagse Harry. Ja, ik ben natuurlijk import Hagenees of Hagenaar. Maar dit is Haagse Harry, die, ja, dat is symbool van Den Haag. En dat is het vrouwtje, hè, van Scheveningen. Huh? Daar woon ik. Scheveningen is een stadsdeel nu. Ik woon op Scheveningen. Ik heb ook sinds kort een kleindochter. Zij heet Florien. Oh. Maar die wonen ook allemaal in Utrecht. In Hout, in dit geval vlakbij Utrecht. Straatinterview. Vrouw, ik heb een vraag. Ik heb een foto hier van een meneer. Weet u wie het zou kunnen zijn? Een hele bekende kop. Is mijn baas. Is jouw baas? Ja. Burgemeester? Nee. Nee? Nee. Een politicus, maar wie het is, geen idee. Ik ken hem ook, maar ik weet niet wie die heet. Ik heb geen idee. Wat zou de naam van deze man kunnen zijn? Ernst of zo. Egbert. Het is een Kamerlid. Hij draagt een stropdas. Ja, iemand belangrijk. Hey, fijne dag. En hier laat ik je dan zien, zeg maar, de hal, het atrium. Ja, dat is werkelijk schitterend. Ik weet nog wel, toen ik hier de allereerste keer kwam, ik denk dat dit mijn wethouderstijd was, in Utrecht, en dan kwam je hier. Nou, dan, als je dat voor de eerste keer, denk je, wat immens. Ja, het is echt groot, hè? En het eerste wat in me opkwam, Jan, toen ik hier binnenkwam, ja, dat was ziekenhuis. Ja. Of zwembad. Een zwembad? Ja. Je kunt hier prachtige dingen doen in deze hal. Muziekconcerten, prachtige optredens. Speel jij ook muziek? Nee, ik hou wel erg van muziek. Ik heb vroeger trompet gespeeld, maar ja, weet je, dat stelt allemaal niet zoveel. Maar ik ben wel erg van muziek, ja. Want ik heb beelden gezien van rond de kerst. Ja, dat was hier. Was dat hier? Ja, was hier. Was helemaal anders ingericht. Oh. Ik stond daar, dat was daar. Nou, dan doeken ze dit af met, kan ik natuurlijk weer even niet op de naam komen, omdat het zo geweldig is. Die zangeres, hè. I'm dreaming of a white Christmas. Dat, hè. Die bedoelde ik. Ja. Toen was jij aan het zingen. Ja, maar dat was maar eventjes, hoor. Dat was wel goed. Ja. Dankjewel. Toen ik hier burgemeester werd, was dus ook de raad hier. Ja. Ik ben ook hier echt geïnstalleerd, dus de commissaris heeft me beëdigd. En toen zaten mijn ouders zaten daar. Ah. En mijn kinderen, weet je, dat was erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. En je houdt ook een online dagboek bij. Ja. Waarom ben je dat eigenlijk? Nou, mijn communicatieman, Han heette die. En die zei, weet je, je moet, waarom hou jij geen dagboek bij? Ik vind dat heel leuk om te doen. En het idee daarbij was ook, weet je, Amstelveen, daar kwam ik vreemd binnen. Ik was wethouder niet. Word je daar neergezet, nou gaat u daar maar zitten aan het werk. En dan ben je van dag 1 ben je de burgemeester. En dan zien ze je alleen maar die zijn hier niet, maar in Amstelveen was er een nieuwjaarstoespraak. Of op Koningsdag, toen nog Koninginnedag. En misschien een keer bij 100-jarigen. En verder zien de mensen hier niet. Nee. Want ja, de wethouders zijn in de lead en de raad is de baas. En ze zien niet dat je de hele dag zit te vergaderen en je best zit te doen voor Amstelveen en voor Utrecht en nu voor Den Haag. En toen dacht ik, laat ik daar eens over schrijven. Ah. En nou, dat heb ik gedaan. En nou, ja, het kost natuurlijk veel tijd, maar ik heb gelukkig een beetje hulp. Twee beetjes hulp. Maar nu, ja, ik heb het nu zo. Doe het dus echt vanaf 1 juli 2005 al. Zo. Dus ik blijf het ook doen. En het is een uniek document en nu ook al. Was het maar om nieuwe dingen na te kunnen stellen. Hoe zat het ook maar weer? Kijk,
Dan zijn we weer op jouw kantoor. Ja, mooi hè. En wat doe je meestal in het weekend? Als je toch eventjes... Er zijn weekenden dat ik demonstraties de hele dag... hè, als je begrijpt wat ik bedoel. En er zijn natuurlijk altijd dingen in het weekend. Maar als ik vrije tijd heb, dan probeer ik zwemmen. Probeer iedere dag te zwemmen in die werkdagen. En als ik niet kan zwemmen, dan probeer ik te lopen. Weet je, dan loop ik 4,5 kilometer rustig aan. Hoor. Gewoon een stevige wandelpas. En ik lees veel. Vrienden, mijn partner, mijn kinderen, mijn kleindochter. Mijn moeder is er nog. Mijn vader is helaas vorig jaar overleden. Mijn moeder is nu 89. Ze wordt op 7 juli wordt ze 90. En die woont nog altijd in Edam. Oh, kijk. Ja. In mijn ouderlijk huis. Oh ja? Ja, zeker. Oh, wat grappig. Hoop foto's. Eentje met de koningin, met de koning. Ja. Voor mij ontmoet jij heel veel mensen per dag. Zeker, maar niet alleen de koning en de koningin, hoewel ze natuurlijk nu vlakbij wonen. Nee, maar bijvoorbeeld, ik moet natuurlijk ook heel veel samenwerken. Ik ben ook voorzitter van de VNG, de Vereniging van Menselijke Gemeenten. Van die 352 gemeenten. Zo. Nou, van Amsterdam is de grootste en Schiermonnikoog is de kleinste. Maar hier zie je nog, hè, op Prinsjesdag stonden we altijd, kies Hugo nog wethouders, hier heel bescheiden. Oh ja, Hugo de Jonge. En Ahmed is er nog steeds, die is natuurlijk burgemeester van Rotterdam. Dit was Van der Laan, hè. Eberhard, toen was hij nog burgemeester, toen leefde hij nog. En dan zwaaiden wij als de koning en de koningin met de rij, met de rijtour door Den Haag op Prinsjesdag. Prinsjesdag is het? Ja, dan zwaaien we. Iedere burgemeester krijgt van ons eventjes een bedankje dat we bij jou langs mochten komen. Want dat is toch wel een eer, vond ik. Ik vond het ook een eer. Helemaal uit. Heer Hugo Waard, wie had dat gedacht? Ja. En dat eigenlijk maar gewoon op een gewone dinsdagmiddag. Ja. Maar het is altijd druk, hè? Het is altijd druk. Ook op dinsdagmiddag. Kijk. All the best. Toch, dankjewel. Deze kan denk ik tussen de verzameling. Heel mooi. Dankjewel. Dus je mag nog even openmaken als je het leuk vindt. Zeker. Ja? De burgemeester. Yes! Ja, die kan er wel tussen. Hè? Zal ik hem hier of zo hangen, weet je? Er moet nog eventjes een spijkertje dan ergens ingeslagen. Nee, maar dat komt goed. Nee, ze hangen aan draadjes. Erg leuk. Dankjewel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Notubis. Gemeenteoplossingen. Toegankelijke informatie voor burger, bestuur en ambtenaar.